Het paleis Soestdijk stond rondom in de bloemen toen koningin Juliana er de nieuwe ministers beëdigde. Minister-president Kals en vicepremier Vondeling gingen de stoet van ministers voor naar de trappen. Hier kregen fotografen en filmmensen gelegenheid om een begin te maken met de vereeuwiging van de bewindslieden, die na enige weken van doortastend formeren door meester Kals de regeringsverantwoordelijkheid op de schouders hebben gekregen. De ministers Sam Calden Justitie, Smallenbroek Binnenlandse Zaken, premier Kals, Diepenhorst Onderwijs en Wetenschappen en de heren Den Uyl Economische Zaken, Vrolijk Cultuur en Maatschappelijk Werk, Vondeling Financiën en Suurhof Verkeer en Waterstaat poseerden ongedwongen en ervaren. En dat deden ze enige dagen later opnieuw toen het kabinet voltallig bijeen was in de historische Trijvenzaal. Nu waren ook de ministers die uit de regering Marijnen waren overgebleven bereidwillig voor de fotografen geschaard in afwachting van de eerste officiële vergadering van de ministerraad. Met de heer Vondeling is minister Biesheuvel vicepremier. De ministers Sam Calden en Smallenbroek. De heren Vrolijk en Diepenhorst die samen het oude OKNW beheren. Naast minister Den Uyl, de minister van Defensie, De Jong die in functie bleef. Evenals de heren Bot Ontwikkelingshulp en Luns Buitenlandse Zaken. En Veldkamp Sociale Zaken en Bogaars Huisvesting. In het midden premier Kals, wien als leider van de nieuwe regering een zware taak wacht.